In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering Veilig Online. Het is handig om online informatie te delen. Er zitten veel voordelen aan. Je beschikt snel over de laatste stand van zaken. Er kleven helaas ook nadelen aan. Om veilig online te zijn, moet je bewust kiezen wat je aanklikt. Klik niet klakkeloos. Wees je bijvoorbeeld bewust dat cookies je de hele tijd volgen. Sommige mails phishing mails zijn. Deze mails proberen je wachtwoord te achterhalen. Sommige linkjes virussen bevatten. Pas daarom goed op met wat je online doet. Vooral wanneer je privé en werk combineert op één device. Wanneer bijvoorbeeld je privéomgeving een virus oploopt, dan loopt de schoolomgeving ook een risico. Kortom, zorg dat je online veilig en verantwoord handelt. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.